Lucas Bijker 6-1 verloren van PEC Zwolle. Waar ging het mis vanavond? Ja, we werden echt op alle fronten afgetroefd. En de eerste helft was nog oké. We kregen zelf nog wat kansen en lagen nog genoeg mogelijkheden om het spel te kunnen maken. En dat deden we denk ik ook wel bij vlagen. Ja, en dan heb je het over in de kleedkamer. Dan wil je de tweede helft die kansen gaan benutten. En zo snel mogelijk die 2-1 maken. Maar ja, als je dan ziet hoe makkelijk eigenlijk wij worden weggespeeld. Ja, dan kun je wel heel veel willen. Maar als je het op deze manier doet, dan ga je nooit een goal maken. En zeker niet winnen. Ja, wat is er gezegd in de kleedkamer? Ja, kijk, iedereen gaat het erover dat zonde is dat je 2-0 achter staat. En dat er genoeg kansen zijn. En als wat kleine dingetjes gaan veranderen, ietsje scherper af en toe. Ja, dan moet je minstens gelijk kunnen spelen. Maar ja, wat ik zei met deze instelling, die tweede helft spelen. Ja, dan kun je alles zeggen en dan kun je van alles afspreken. Maar dan ga je nooit winnen. In de tweede helft dan zakken wij volledig door die ondergrens heen met z'n allen. En op Leonard na, want die pakte nog een paar goede ballen uit. Maar verder was het was het bij ons niet goed tweede helft. Lang geleden dat Cambuur zo dik verloren heeft. Ja, ik heb het als trainer ook nog niet meegemaakt. Dus en dat voelt niet prettig. En moet niet te vaak gebeuren in ieder geval. Nee, dat is wel duidelijk. Wat neem je nou mee uit zo'n wedstrijd? Nou kijk, het belangrijkste is, van wat de stand ook is, dat je altijd je organisatie houdt. En je kan de tweede helft leiden van een paar keer balverlies of door een kluts of een verkeerde aanname of een tekorte paas. Maar je moet zorgen dat je niet overal iedereen uit je organisatie loopt. Want dan zie je tegen Zwolle, ja, ze hadden zoveel vrijheid en we verdedigen vooruit. Ja, dan krijg je counter om counter om je oren. En als je dan met Jody op hun rechterkant en die krijgt zoveel ruimte zonder dat de druk op de bal is. En je maakt zulke simpele fouten. Ja, dan heeft iedere ploeg het ook heel lastig tegen Zwolle. Maar dan hebben wij het ook lastig tegen iedere ploeg op die manier. Dus je moet altijd je organisatie houden.